Bram Moskovits benadrukt stellig dat de valse gesterren van Vandaag in Sight verantwoordelijk zijn voor de teleurstellende terugkeer van zijn goede vriend Koorde. Volgens Bram is Korde een week lang genadeloos gekraakt, wat funest was voor zijn recente muzikale comeback. Na de mislukte optredens tijdens zijn albumpresentatie kreeg Koorde aanvankelijk nog wat respijt van RTL Boulevard en Show News. Echter, Vandaag in Sight spaarde hem niet en liet geen spaan heel van zijn genante vertoning. Op nationale televisie werd hij vierkant uitgelachen, wat volgens Bram de genadeslag was voor de comeback van zijn gevoelige vriend. Showkenner Bart Ettenkoven deelt de kritiek van vandaag in site en benadrukt dat het optreden van Gordon simpelweg niet voldeed aan de verwachtingen. Het ging gewoon niet zoals het hoort. Hij heeft drie nummers gezongen, waarvan er twee echt niet goed waren. Dat hebben wij natuurlijk ook uitgezonden, en het was duidelijk te horen dat zijn stem te wensen overliet. Bram Moskowitz, die bekend staat als goede vriend van Gordon, verdedigt hem echter hartstochtelijk. Hij wijst erop dat live optredens altijd risico's met zich meebrengen en lijkt het idee te omarmen dat Gordon momenteel in de ogen van velen niets goed lijkt te kunnen doen. Het lijkt wel of hij niets meer goed kan doen, hè? Want als je ziet wat voor een kritiek er op die man afkomt. Ik mag hem, hè? Dat mag ook iedereen weten. Bram en Gordon worden omschreven als twee drenkelingen die elkaar proberen te redden. Bram prijst Gordon als een gevoelige en humoristische persoon, terwijl hij kritiek uit op de mannen van vandaag in Sight. Dat was me een partij valsigheid wat daar over de tafel kwam, dan begrijp ik dat juist een Gordon dat treft. De discussie breidt zich uit naar de vraag of vandaag in Sight gelijk had in hun kritiek. Bart Etteko verwijst op het verleden van Gordon, waarin hij als jurylid in diverse programma's genadeloos deelnemers bekritiseerde. Bram relativeert dit met een schouderophalende opmerking: dat is ook het lot als je in een jury zit. Bart voegt toe dat Gordon nu ook moet kunnen incasseren, vooral na het knetteval zingen tijdens zijn recente optreden. Als je het dan zo presteert zoals vorige week dinsdag en knetteval staat te zingen, dan moet je het ook ownen en zeggen, jongens, het was niet goed. Gordon heeft in reactie op de kritiek besloten zijn theatertournee te annuleren, mede door tegenvallende kaartverkoop. Bart begrijpt deze beslissing, gezien het genante karakter van het optreden. Hij wijst op de matige bezetting van de theaters, zoals in Zwolle, waar er opvallend veel lege stoelen waren. Bram legt echter de schuld bij de critici, met name bij Vandaag Inside. Volgens hem is Gordon een week lang kapot gemaakt, waardoor niemand meer naar zijn voorstellingen wil gaan. Bart legt dit met een eigen schuld, dikke bult argument, waarbij hij stelt dat Gordon door zijn jarenlange kritiek op anderen in Hilversum nu zelf de gevolg